Hallo allemaal, dansen jullie vandaag ook weer gezellig met mij mee? Kom lekker staan, dan gaan we ons een beetje opwarmen, dat we lekker warm worden. Want ik heb het wel een beetje koud eigenlijk. Wij hadden een hele nieuwe warming up geleerd vorige week. En die gaan we nog even oefenen met elkaar. We gingen eerst twee plies maken. 1, 2. En dan gingen we wijzen. Naar wie gingen we wijzen? Naar je beste vriend of vriendin. Heel goed. Dus, en de 1, 2 en wijs maar naar je beste vriend of vriendin. En dan deden we weer twee plies. 1, 2 en een hele grote som. En dan kwam die nog een keer. 1, 2 en wijs maar. En de 1, 2 en een hele grote som. Dan gingen we wiebelen met onze billen. 1, 2, 3, 4. 4 keer. En dan gingen we zwaaien. 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer. Dus we hebben gedaan een hele grote som. En wiebel je billen. En zwaai, 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 zwaai. Ta, ta. En dan gingen we een mooi rondje draaien. De ene kant op. Draai, draai, draaien. En draai maar de andere kant op. Heel goed. En handen in je zij. Oké, dan gaan we nog één keertje oefenen. Dus eerst de twee pliers. En 1, 2 en wijs naar opzij. En 1, 2, een hele grote zon. En de wiebel, 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 zwaaien. Supergoed. En we gaan draaien. En de andere kant op. En je armen open. Nou, volgens mij kunnen jullie dat al helemaal heel goed. En dan gaan we het gewoon lekker doen op de muziek. Dus kom maar klaar staan. Dan gaan we lekker dansen. Benen een beetje bij het handen in je zij. We staan hier klaar voor. We gaan zo eerst omhoog kijken met je hoofd. Handen. Kijk maar omhoog. En beneden. En omhoog. En beneden. En kijk eens opzij. En wissel. En wissel.
Want we gingen heel mooi vliegen. Maar als de muziek veranderde, wat gingen we dan ook alweer doen? Weten jullie het nog? Dan ging je helemaal met je neus naar je tenen. Ja, nog één keer proberen. Dus je zit helemaal mooi in je vingers zit. En kan je dan met je neus bij je tenen proberen? Oké, dus we gaan heel goed naar de muziek luisteren. En als de muziek verandert, ga je met je neus naar je tenen. Daar gaan we. Maar eigenlijk niet van Assepoester zelf, maar van de goede vee uit Assepoester. Kennen jullie ook de goede vee van Assepoester? Want de goede vee zorgt ervoor dat ze helemaal gaat toveren en dat ze Assepoester in een hele mooie jurk voor het feest kan toveren. Want Assepoester heeft niet zulke mooie kleren, maar ze wil wel heel graag naar het feest. En gelukkig kan de vee haar helpen met toveren. En ik heb een plaatje meegenomen van de vee en Assepoester. Dan herkennen jullie het denk ik wel. Zie je dat? Dus daar is precies de vee aan het toveren. Je ziet nog een beetje de oude kleren. En dan gaat ze de hele mooie nieuwe jurk toveren. En dat is eigenlijk ook een klein beetje wat wij gaan doen. Want wij gaan pliés oefenen. Maar wij gaan ook een beetje toveren als een goede vee van Assepoester. We gaan eerst twee pliés maken. Dus je voeten zijn helemaal in de vissenstaart, de eerste positie. En dan maken we twee pliés. 1 en 2. Dan zingt de vee, zal ik het doen of zal ik het laten? Bibbidi, babbidi, boe. Dus ze is aan het twijfelen, ga ik wel toveren? Of ga ik niet toveren? Maar dan gaat ze toch wel doen 3 keer.
de plié en strek. Zal ik het doen of zal ik het laten? Bibberdi babberdi boe. En misschien als je het liedje kent, kan je wel gezellig met mij meezingen. Gaan we nog een keertje doen. Dus plié en strek, plié en strek. En zal ik het doen of zal ik het laten? Bibberdi babberdi boe. Nog een keer plié en strek, plié en strek. En je ene hand, andere hand, bibberdi babberdi. Heel goed. Dat gaan we doen op de muziek, dus kom maar klaarstaan. Klaar voor het toveren. Want daar gaan we. Plié, plié en strek. En plié en strek. En bibberdi babberdi boe nog een keer. Bij jullie? Ging dat al goed? Oké, dan gaan we het nog één keertje doen. Dan gaan we heel goed oefenen en dan kunnen we deze volgende week ook wel verder maken. Dus kom nog een keer staan. Gaan we eerst dit nog heel goed oefenen vandaag. Komt ie! Maar weer eerst met je been van de sloot, dus dat is je
andere been nu. Dan nu. En de twee. En de kat komt terug. Heel goed. Doen we nog een keertje oefenen. Twee keer met je hele been gaan we. En één. En twee. En spring over de sloot. En één. Twee. En spring. Die plakken we er helemaal achteraan. En als we dat hebben gedaan, dan kunnen we weer opnieuw. Eén. En twee. En drie. En vier. Loop op de sloot. Rondje. En weer terug. Rondje. En let op, dan moeten we op tijd terug zijn. Want dan komt onze tandu. Tandu. En terug. En tandu. En terug. Nou, springen maar. En de andere kant. Tandu. En terug. En tandu. En terug. En... Heel goed. Gaan we doen op de muziek. Ga maar klaarstaan naar de sloot. Helemaal alles achter elkaar. Daar gaan we. En springen maar. En terug. En drie. Laatste. Vier. En open. En andere kant. En daar komt de tandu naar voren. En naar voren. En spring eroverheen. Beloofd dat we ook het begin van het liedje gingen doen.
Want ik had al een beetje verteld dat jullie die al kennen. Dus ik ga hem gewoon aanzetten. En dan beginnen we bij het vliegen als de muziek begint. Dus de vlieg. En de vlieg. Handen op je hart. En de ene hand. En de andere hand. En draaien. Ja? En dan kunnen jullie mij helemaal volgen. Want het is misschien een beetje ander begin als we normaal doen. Maar alle pasjes die hebben we allemaal al geleerd. Dus kom maar klaarstaan. Dan gaan we hem helemaal doen vandaag. Tot zover we er waren gekomen. Dat is nog niet het hele liedje. Zo, dus we hebben al helemaal van het begin gedanst tot waar we hadden geleerd. En dat is best wel veel al, dus dat is al super knap. En volgende week gaan we gewoon lekker weer dansen. Dus lekker oefenen thuis en dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!